In Hillegom hebben de inwoners de keuze gekregen om naast de twee bestaande bakken, de grijze en de bruine, ook een blauwe bak erbij te nemen. De eerste blauwe bak, bestemd voor het oud papier, werd dinsdag 27 maart overhandigd door wethouder Wil van Aken. Het bijzondere aan deze kliekelbak is dat die mooie blauwe deksel heeft. Hè? Want daardoor valt hij op. Want ze hebben natuurlijk al de grijze kliekelbak voor het restafval en de bruine kliekelbak voor het GFT. Dit doen we omdat we eigenlijk willen dat het papier zo goed mogelijk en zo optimaal mogelijk wordt opgehaald. Dat er dus, en dat de mensen het makkelijk kunnen verzamelen. Als je dus zo'n kliekelbak hebt, die is vrij hoog, daar kan aardig wat in. Dus alle oude papieren, daar kan er allemaal makkelijk in. En dat je dan ook niet zo gauw de neiging hebt om te zeggen van ik gooi het naar in een andere bak. Nee, die kliekelbak staat er. Als wethouder milieu, zeker, vind ik het heel fijn als dan iedereen een kliekelbak heeft. We hebben hem aangevraagd omdat we hier nog maar kort wonen. 2 jaar. En we vonden het een beetje rommelig om het oude papier op straat aan te bieden. En toen we de kans kregen om de bak aan te vragen, hebben we dat meteen gedaan. Het is makkelijk als je even wat oud papier hebt. Je loopt van naar buiten, je gooit het gelijk weg. En je rijdt het later zo weer naar de weg toe. Je hoeft niet meer met dozen te sjouwen of aparte dozen in te zamelen om het allemaal bij elkaar te houden.